Beleggen in plantaardig plastic? Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Bas van Hout, economisch journalist bij De Tijd. En ik zit op een andere plek vandaag. Ik zit bij mijn zus in Bergen-op-Zoom in Nederland. Ik moest even helpen met iets, dus vandaar dat ik hier opneem. We gaan het hebben over Avantium. Dat is een specialist in plantaardig plastic, PEF. Dat is wel interessant, want plastic wordt normaal gemaakt van aardgas en aardolie. Dus dat is niet zo goed voor het milieu natuurlijk en ook niet zo goed voor onze afhankelijkheid aan die grondstoffen. Maar het kan dus ook anders met PEF. Nou, wat ook interessant is dat het niet alleen beter voor het milieu is, maar PEF-flesjes zijn ook 10 keer beter dan PET-flesjes. Dat zijn de normale plastic flessen die we kennen, van cola en dergelijke. En die is 10 keer beter dan normale PET-flessen in het behouden van dat koolzuur. Nou, ik ben dus van de week bij de proeffabriek langs geweest in Geleen. Ik vond het best interessant. Wat ook opviel is dat de mensen die werkten in ieder geval echt in het project lijken te geloven, waren erg enthousiast. Maar die proeffabriek is eigenlijk een voorproefje voor de FDCA-fabriek die ze willen gaan bouwen in Delfzijl. Dat is een 5 kiloton fabriek om dus zoveel FDCA per jaar te maken. En FDCA is een belangrijke bouwsteen voor PEF. De plannen voor de fabriek die hebben al jaren vertraging opgelopen en de financiering wat moeilijk rond te krijgen. Maar eind vorig jaar lukte het dan toch echt. Dus nu willen ze hem echt gaan bouwen. Dus nu wordt het tijd voor het bedrijf dat het zich echt gaat bewijzen. Nou, ik ben wel wat bezorgd over de bouw van die fabriek. Want we weten bijvoorbeeld dat de prijzen van bouwmaterialen, dat die de afgelopen maanden behoorlijk zijn gestegen. Hè? Dus ik ben dan toch ergens bang van, kunnen ze dat, hebben ze dan nog wel genoeg geld om die fabriek te bouwen? En ik sprak ING-analyst Rick Watson en hij deelt die bezorgdheid wel met mij. En hij zegt eigenlijk alleen maar van, het probleem is dat we eigenlijk alleen maar het bedrijf op het woord kunnen geloven dat het de situatie zegt onder controle te hebben. Maar als ze die fabriek nou echt kunnen bouwen en neerzetten, wanneer gaat Avantium dan een winst per aandeel neerzetten die positief is? Nou, dat heb ik ook gevraagd aan Watson. Hij denkt dat 2025 is, omdat dan eigenlijk het bedrijf echt geheel kan profiteren van de productie die het draait en die kan het dan verkopen en van de licenties die het kan verkopen. Zo'n licentie, wat is dat? Nou, als je dat koopt, dan kun je dus een mogelijk grotere fabriek bouwen met de kennis van Avantium. Watson zegt, ik heb geen precieze winst per aandeel die ik verwacht, maar ik denk wel dat de inkomsten uit licenties veel groter zullen zijn dan de verliezen uit andere delen van het bedrijf. Nou, Avantium, dat is echt een belegging met een hoog potentieel rendement, maar ook een hoog potentieel verlies. En Watson die zegt, in het beste scenario, dat alles fantastisch uitwerkt, dan kan de waarde van het aandeel in de honderden euro's. Maar er zijn wel echt risico's. Hè? De schaal moet bijvoorbeeld echt opgehoogd worden en de kostprijs moet ook echt omlaag, omdat PEF nu nog altijd een stuk duurder is dan PET. Dus in zijn basisscenario gaat Watson voor 2025 uit van een koers van 49,11 euro. Ter vergelijking, op dit moment noteert Avantium aan ongeveer 5,25 euro. Maar je moet wel weten dat beleggen in Avantium dus echt een hoog risico is. Hè. Het bedrijf zal mogelijk ook meer kapitaal nodig hebben. Het wil alvast een kapitaalverhoging doen van 45 miljoen. En Watson waarschuwt dat het waarschijnlijk ook niet de laatste kapitaalronde zal zijn. Want hij zegt, we hebben ook nog die MEG-fabriek. MEG is een andere bouwstof van PEF. En die willen ze ook bouwen, die MEG-fabriek. En daar hebben ze natuurlijk ook weer geld voor nodig hebben. Oké, vergeet niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal Boel, Bear en Bas voor het laatste nieuws over de beurs, over crypto en over economie. Druk op de bel, dan krijg je een update zodra de nieuwe vlog online staat. En dan zou ik zeggen, vind je de video leuk of interessant? Vergeet dan niet te liken en te delen. Doei!